Mijn baby shower is deze week. Wij zijn gisteren tot 1:30, 2:00 uur 's nachts bezig geweest voor Marie er baby shower. Ah, ik denk dat Marie echt gaat huilen. En we krijgen een hele grote giraf en olifant in de tuin. Oh ja, dat was ik alweer helemaal vergeten. Dat is ook echt enig. Deur open. Ik hou van roze, ik hou van bloemen, ik hou van romantisch, ik hou van Dior print. Dus het was echt de meest magische dag ever. Welkom bij weer een nieuwe vlog, girls. Deze vlog staat totaal in het thema van Marie der baby shower. In deze vlog ga je heel veel voorbereiding zien voor mijn baby shower. Wat ik zelf eigenlijk ook nog niet heb gezien, want ze wilde niet dat ik het beeldmateriaal nog zag. Ook zijn ze tot 1:30 nachts aan het opbouwen, roze pasta maken, echt urenlang in de keuken met mama en Romain Shield. Dus ben je benieuwd hoe alles verloopt. Het loopt niet vlekkeloos. Daarvoor was er vorige week zondag ook geen vlog, girls, want het was gewoon even te hectisch. Stress. En maar we hebben nu wel een mega lange vlog voor jullie. Dus daar zijn jullie denk ik wel heel erg blij mee. Blijf kijken, blijf abonneren en duimpje omhoog. Love, Niners. Zo, hallo. He loves life. Ik, hallo, wil dat zeggen, ben ik kwijt. Zoals je ziet, heb ik niks gedaan vandaag. En mijn uiterlijk make-up. Ik heb hier nog allemaal waterproof eyeliner zitten die ik er niet af krijg van mijn eyeliner. Ik wil jullie iets leuks laten zien, want wij hebben eindelijk onze box geleverd van de woonkamer in roze met grijs van El Estilo is gebracht. En als je denkt, wat is dit opeens? Ik heb weer mijn interieur veranderd. Dus ik dacht, ik begin hiermee en laat dan de box zien. En ik heb het nieuwste Rhinestiche aan in het blauw. Hij komt iets donkerder over dan het in werkelijkheid is. Met metal gray, ook met diamantjes. En deze is deze week al in de winkels binnengekomen als je deze vlog aan het bekijken bent. En met lange mouwen is hij 89,99, want hij heeft lange mouwen. En ik kan hem niet de achterkant laten zien, maar er zit dus heel groot Rhiners op met allemaal borduursels en pailletjes. En met korte mouwen is hij 69,99. Er hoort een dekking bij, die had ik ook de hele dag aan vandaag. Maar ik heb een opvlieger gekregen, dus die is heel even uit. Daarvoor blote beentjes. Ik heb mijn barkrat, die altijd in de gang stond, hierheen verplaatst. En ik zeg, dit is mijn beste idee ever. Ook met mijn geursprays die ik gewoon heb en mijn mooie boeket, die normaal gesproken altijd op tafel stond. En dan hier al mijn boeken. Hallo, deze bloemetjes hebben we gekregen, zo lief. Die staan even hier. Dus die heb ik hierheen verplaatst. En de lamp naar hier. Superleuk. En dan is dit de box geworden. Zo blij mee. Ik probeer morgen met iets meer daglicht te filmen. Maar nu zie je hem al wel heel goed eigenlijk. Het is een soort badstofje. Dus niet echt velvet. Maar wel echt een mooie kwaliteit. Ik heb hem zonder kant besteld. En eigenlijk zonder frummeltjes en kant. Wat ik wel leuk vond, waren deze tulle dingetjes. Met het badstofje. En dit heeft El Estilo helemaal voor mij op bestelling gemaakt. Dit is dan een slaapnestje. Waar eventueel de baby nog in kan. In hetzelfde materiaal. Vond ik wel zo mooi. En deze kussen. En je kan deze kussen dus later ook met de letters van je kinderen of je initialen of de naam opzetten. Ik durfde het nog niet aan, dus die ga ik waarschijnlijk later wel even met haar naampje laten doen. Nou, deze Dior Bear had ik van mijn genderparty gekregen. Vind ik echt super leuk bij. Ze hebben precies dezelfde kleur. En ik heb aan de voorkant wel echt twee grote strikken gekozen. Super leuk. En het donkergrijs past echt perfect bij de tafel. Het is ook even breed als de tafel, dus het is echt zo'n verlengde van de tafel geworden. Dus echt super mooi. En we zijn er echt heel blij mee. Ik ben blij dat ik voor grijs heb gekozen. Ik wilde eerst zwart of wit. Maar dit past echt veel beter en hij is gewoon precies even lang. En qua ruimte valt het ook nog wel mee, want ik heb best wel veel ruimte nog om te lopen. Kijk dan hoe leuk. Oh, het wordt zo official. En het is ook echt een hele mooie kleur roze. Zo blij mee, dank jullie wel. Oh, oh, oh. Dit wil je toch hebben? Ik zei, het is wel grappig. Je zegt, de meeste mensen kiezen voor in de woonkamer gewoon neutrale kleuren. Normaal mensen denk ik ook wel. In bruin of nude of zwart of wit of crème. Maar ik wilde echt roze. En nu is het eigenlijk ook wel wat rustiger. De tafel is al grijs. Dus het mag best wel nu even een kleurtje ook weer in huis hebben. Ik ben mijn kleur. Ik ben er echt heel erg blij mee. Vertelt dat er een kast zou komen in de babykamer. En die hebben Jamie en ik ook in elkaar gezet. Alleen nog niet compleet. Dit stukje was hel, want het is 90 centimeter en alle kasten zijn 1 meter. Anders moest je het op maat maken, maar ik wil hier eigenlijk nog iets leuks voor verzinnen. Dat ik hier nog iets neer kan zetten. Dus vandaar dat de kast niet symmetrisch is. Er komen nog deurknopjes op. Dat zijn namelijk deze. Die heb ik ook op mijn commode. En die vind ik ook leuk voor hier. We hebben alleen even een andere boor nodig, want de kast moet ook nog even aan de muur geboord worden. Ik heb hier even de hoogte bepaald van waar ik mijn hanggedeelte wil. Ik heb 3 plankjes echt met leg. En dan 2 stalen frames hier voor te hangen. En ik ben weer mega verwend. Nou, oftewel met ons meisje. Want ik heb van Eddie's, oftewel onze beurs, echt super leuk jurkje. Ik heb echt alles op hangers al gedaan. Wat mijn favoriete items zijn. Super leuk. Ik ben echt niet goed in mijn hoofd. Kan niet wachten. Ik heb deze super lieve sokjes trouwens gekregen ook van Coach Chanel. Een verkooppunt van ons. Echt. Dit is toch niet normaal schattig. Ik ben er heel erg blij mee. Dus ik ben hier echt alles aan het sorteren van Dennis. En Sander heb ik ook een mega schattig setje gekregen van Azure van Tatin de Chocolate. Dus ik heb hier even al mijn nieuwe aanwinsten even opgezet. En deze dan. Ik zal
hem even meenemen in het daglicht. Dat heb ik van Eddie's gekregen van het team en ook van Rome en Ed. Het is een Gucci jurkje en ik zie haar dit helemaal met kerst aandoen. Kijk nou, cute. En dit vind ik dus leuk om de mooiste dingetjes, wat dan ons meisje heeft, zo hier op te hangen in de kast. Ik zie het al helemaal voor me. We hebben speciale betonnen muurboor nodig. Aangezien deze muren echt zo dik zijn dat we niet met een normale boor kregen. Dus ik hoop jullie hier even volgende week een update over te geven. Maar kijk hoe leuk. En verder is alles pink. Pink, pink. Ik heb deze knuffel trouwens ook nog gekregen van een verkooppunt. Een concept store. Ik word echt mega verwend. De baby. Ik heb echt letterlijk nog niks zelf gekocht. Ik heb ook cadeaubonnen gekregen. Dus ik ga mezelf nu de wintercollectie binnenkomt. Ik vond het zonde namelijk om nu de collectie te kopen. Aangezien er nu heel veel zomer in de winkels was. En ze worden een beetje in de winterperiode geboren. Dus ik ga nu los, jongens. Be prepared. Ook heb ik een hele leuke kinderwagen gekocht. Dit moest op bestelling. Dus kon ik langs in de winkel aangezien het niet tevoren was. Dus daarvoor heb ik het niet voor jullie gefilmd. Dus zodra dit binnen is, het zal een maandje binnen zijn. Hou ik jullie ook van op de hoogte. Ook van het draagzak wat ik heb. En de verdere baby nails. Marie is ondertussen ook heel druk bezig met de babykamer. Ik moest mezelf toch vermaken. Aangezien ik altijd meehelp met de voorbereiding, had ik afleiding nodig. Anders was ik benieuwd en wilde ik naar huis rijden. Dus Jamie en ik hebben de babykamer best wel afgekregen. We zitten in de volgende week vlog, ga ik dit laten zien aan jullie. We hebben onder andere een kast gebouwd. We hebben behang gedaan. En ik heb de giraf van de baby shower meegenomen naar de kinderkamer. Ze zeggen dat ook in een stukje in de vlog. Zeggen ze, ik wil die giraf mee naar huis nemen. Dus dat heeft ze dus uiteindelijk ook echt gedaan. Iedereen vond het te groot en ze dachten, het gaat niet passen. En ik dacht, ik moet die giraf hebben. Want het past helemaal bij het. Ik heb de doeken eigenlijk die Mike allemaal heeft ontworpen voor mij nu als behang. Om aangezien Dior geen behang had, had ik gewoon de doeken nu op mijn muren gedaan. Het gaat er echt wel goed uitzien. Dus dat is super leuk. Dat is super goed gelukt. Good morning. Ik loop nu naar buiten. En het is overbelicht. Oh ja, ik ben weg. Want Sterre had mij op. Sjoe en ik waren gisteren nog shooten. Dus die heeft de auto dan meegenomen. Hoef ik haar niet naar huis te brengen. Dus nu had Sterre mij op heel lief. Ik heb vandaag de nieuwe tie-dye aan. In het bruin met crème. Love it. Mijn baby, die buik kan er lekker in groeien. Met de legging. En mijn schoentjes. We hebben een hele drukke inkoopdag vandaag. Het zou 25 graden worden, maar het is een beetje gek weer. En we hebben heel veel leuke, gezellige klanten vandaag. Eddie's komt weer. En dan gaan we ook mee uit eten in de avond. Dus we zullen jullie weer meenemen. Het is nog anderhalve week inkoop. En deze week wordt heel leuk, want mijn baby shower is deze week. En het is zondag. Dus ik heb er heel veel zin in. Kootje komt met haar moeder helemaal invliegen vanuit Frankrijk. Gaan we ook gezellig mee eten bij mama Kelly. Dus het is echt een hele gezellige, leuke week. En ik kan niet wachten eigenlijk tot zondag dat hij voorbij is. Zo. Hallo, het is vandaag maandag. Met Frankie Toedel. En in deze vlog ga je me waarschijnlijk alleen maar in mijn tie-dye stijl zien. Ik heb elke dag een andere kleur aan. Het is net binnen. En dan ben ik altijd meteen van de nieuwe collectie in alle oude collectie. Dus de zomer is helemaal niet oud, maar zie ik als oud. Heb ik alweer nieuw aan, want ik ben ready voor de winter. Ik heb net gegeten. Vol buikje. En we gaan nu gezellig naar mama en papa toe. Jij en ik, Sjoe en Mike zijn er al. Want Betje, ons nichtje, die gaat naar Zwitserland verhuizen. Het is de laatste keer dat we haar zien. Dus nee, niet de laatste keer, maar wel even een tijd. Met corona kunnen we natuurlijk niet heel veel elkaar zien en langs gaan. Het kan niet zo spontaan wat je normaal gesproken doet. En zij ziet me pas weer als de baby geboren is. Dus dit is de laatste keer dat ze me zo ziet. Het is wel heel jammer, maar ik ben wel heel blij voor bed. Dus wij gaan nu even voorbereiden. Jij moet even douchen. En dan gaan we naar mama en papa toe. En ik heb mijn make-up afgehaald. Ik heb net lekker een maskertje weer opgedaan. Om mijn huid te hydrateren. Hoppij, gaan we lekker in de tuin rennen? Ja. Oh, ben je net wakker? Ja. Gaan we? Gaan we? Oké, we gaan het doen. Jullie zitten daarop met te wachten. Hé meisje? Onder de troon. Mama belde net, die zei dat we in de tuin gaan zitten. Nou, dat had ik gevraagd om het hondje dan even lekker in de tuin kunnen rennen. Dus ik heb mijn outfit gechanged naar een hoodie in plaats van lange mouwen. Ook wel lekker met zakken erin. En alles is one size. Dus zelfs ik pas het nog met mijn 6 maanden zwangerschap. Dus wel echt heel erg lekker. Dat ik nu echt altijd oversized kleding, comfy kleding met rijden. Dus heb ik hoef gewoon geen zwangerschapskleding te kopen. Lucky me! En ik heb die bandeau, heel veel vragen kreeg ik naar oma, wel onder mijn buik gedaan. Dus het is iets langer dan normaal gesproken. En normaal gesproken is het een heupbroekje. Ik bedoel high waist, maar zo kan het ook makkelijk. Ik krijg echt al die zwangerschapsstrepen op mijn buik. Zie je dat? That's new. En ik voelde haar voor het eerst ook in mijn buik. Dus wel heel erg leuk. En over een weekje krijg ik die 3D, 4D echo. Het lijkt me echt heel spannend. Je ziet hoe het is geworden. Nou, hoe het is geworden. Ik bedoel, dan zie je wat meer het babytje qua looks. Was op mij duiken of op Jaimpje? Ik denk serieus echt een goed mengelmoesje. Ons kleine meisje. Wie kan er niet wachten om naar mama en papa toe te gaan? Oh, verplaatsen. Moet ook gebeuren. Gaat zo! Ah, wat loop je snel? Hallo, hallo! Hallo. Hallo, hallo. De camera is nog steeds een beetje little dirt. Ik had op mijn jetta patte. Wij hebben heel leuk nieuws, want wij gaan... Nou, wij zijn nu onderweg om Kootje op te halen. En dan mama aan. Voor mijn baby shower. We komen speciaal invliegen vanuit Zandvoort B. Als dat geen echte lift is, dan weet ik niet meer. Ja. Hoi, Jill. Zeg je niks meer? Nee, maar ik weet niet, papa het even.
Oh. Dus we zijn nu en route. En we gaan daarna gezellig met Romeetje. Die komt vanuit de zaak door naar mama Kelly. Gezellig eten. En Sjoe is druk bezig met de voorbereiding voor de baby shower. Dus neemt de camera morgen mee. Zo zie je mij niet in beeld, maar wel mama Romee en Sjoe. Voor het eerst dat ik bij voorbereidingen er niet bij ben. Dat is wel gek. Ja. Maar het is wel voor een heel leuk doel. Heel gezellig doel eindelijk. Laat even je schoenen zien. Ja, ik heb nog maar één schoen aangedaan. Oh. Hoezo? Oh, ik heb net auto gedaan weer. Ja, meteen zit het dubbel. Oh, dat is lekker. De schoenen van Reiner zijn net binnen en je ziet dus geen ene normale maar. Dus ik zal je straks een filmpje laten zien. Waiting, waiting, Sjoe, beweeg je voetje. Waiting, 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 waiting. Ik wil niet kijken. Ga, pa, pa, pa. Mami. Wachten tot ze zijn. Mijn camera. Jawel. Ze zijn in ieder geval geland. Hoe lang is het naar mama Kenny rijden? Stond 10 minuten van het schip. I hope so, my dear. Oké. Telefoon wel open, ze gaat vlug in de vallen zitten. We zitten hoor. Dit is het. Gezellig roze. Bij mama Kelly. Hoe gezellig. Wij zitten aan de serre. Dat was zo gezellig. Ik heb er niet gefilmd. Camera is nog steeds roze. Zie je dat? Van mijn gender party. Ja. Ik krijg het er niet meer uit. Helemaal roze. Oh, lekker. Nee, Marie, je mag morgen niet komen helpen. Allemaal verrassing blijven. Ik ben wel benieuwd of mijn jurkje nog past. Ik denk echt niet dat het past op dat mijn zoon. Jawel, past je wel. Anders laat je haar een beetje los. De ritje is open aan de achterkant. Dat ik gewaar. Ja, hoe lang geleden hebben wij Cover laten zien? Dat is een half jaar geleden. Er stonden heel veel leuke activiteiten gepland van onze verjaardag, de sample sales. Had een concert nog in Nederland waardoor ze kwam. Ja, dus en dat ging allemaal niet door. We willen eigenlijk ook nu richting Co. Maar waarschijnlijk breekt er weer een tweede golf of corona. En een met zwangerschap. Ik mag ook niet meer vliegen na augustus. Dus ik ga het risico zeker niet meer lopen dat ik niet meer terug kan en in mijn eentje moet vallen. En jij bent nog aan het twijfelen, maar ik denk niet dat het erin zit dit jaar. Nee, ik denk gewoon als het hier zoals nu, het weer zoals het nu is, hier blijft het. Zeker niet mogen klagen. Gewoon hier lekker een paar vrije dagjes nemen en dan lekker naar het strand gaan. Ja. Maar wij hebben dus Co opgehaald van het vliegveld. Co samen met haar mama overgevlogen voor Maria baby shower. Hier wist Marie natuurlijk wel van af. Want het was haar een van haar eisen als we een baby shower zou hebben dat hun er wel bij waren. Ja, moesten aanwezig zijn. Dus ik wist er van af. En Daan wilde heel graag de mama van Co nog een keer naar mama Kelly eten. Aangezien ze haar lieve kleur roze is. Dus we zijn met mama Romee en Daan en Co gezellig bij mama Kelly gaan eten. Het was mega warm. Maar het was wel heel gezellig en heel leuk. We hebben een gezellige avond. Gaat eigenlijk. Ja, en het voelde weer van oud. Ja, we hebben gewoon een half jaar niet gezien, maar het blijft en altijd. En nu is ze weer terug in Frankrijk en nu missen we er weer. En Daan ook. Oh. Nee, dus dat is niet leuk. Maar... Ja, wat vond Co ervan om mijn buik te zien? Ja, Co heeft me natuurlijk niet zwanger gezien. Dus ik was daar. Nou ja, ze was hier wel in begin maart. Dan heb je haast een van de eerste het ook verteld. Oh ja, maar niet echt met een buik. Nee. Ze wist wel dat ik een buik had, maar ze vond het toch in het echt groter dan op de filmpjes. Natuurlijk, ja, het is heel anders. Ja, ze vond het heel bijzonder om te zien. Heel erg leuk. Dus ze heeft me in ieder geval nog wel zwanger gezien voordat de baby er is. Want ik denk niet dat ik er nog ga zien voordat ik ga bevallen. Heel misschien nog. Heel misschien. Oké, mama en Romee hebben boodschappen gedaan voor de baby shower. Hi pap! Hallo. En mama die moet er nu aankomen, maar daar is mama met de zwaar boodschappen. Ik heb het ding open. Hallo! Tip, 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 tip. Oh, hondjes zijn er ook, sorry. Yes. Hey. Hi Beertje. Kom maar dan, kom maar dan. Oh, je hebt je bordje. Hallo. Oké, we hebben dus morgen Marie de baby shower. En we hebben een hele tent neergezet. Aangezien het misschien zou regenen. Even kijken. Dat is echt mooi, hè? Vlonders hier. Een mega tent. De tent supply neergezet. Heyman heeft de eerste spullen al afgeleverd. En het wordt een hele roze met wit pink halla. Dit wordt nog wit. Dit komt allemaal... Ja. Ik moet nog even de vloer verven. Dit komt allemaal ook nog op de tafels en alle borden bestek. Hip-hop array is echt een lifesaver qua party planning. Die heeft bijna alles geregeld qua ideeën. Dus die komen om 4 uur alles hier mooi maken. En morgen komt jasmijnbloemen alle bloemen doen. Maar zonder hip-hop array was het niks geworden. Dus big shout-out aan hun. Elk feestje, elk partijtje regelen zij voor ons. Dus hoe gaaf. En Marie is er vandaag niet. Dus jullie zien alleen mijn mama en Romee op de vlog. Want die mag niks weten. En Romee gaat vandaag koken met mama en alles is
is in het thema roze. We hebben krijgen roze sushi, roze pink burger van Brown Surf. Die hebben hele leuke roze kadetjes. Het licht is echt bar slecht, maar goed. Pink beet soup, hummus, roze sushi. Ik heb de kaartjes ook mee. Ik heb ondertussen al heel veel besteld voor Marie de Baby Shower. En ik ben echt heel druk mee bezig geweest om het te plannen. In inkoopseizoen en alle hectiek eromheen. Dit is het thema. Ik zal het even omdraaien. Marie is gek op Dior. Dit is het Toy de Jules print. En we hebben dan op menu ja, pink gevulde eitjes, pink hummus, pink soepje, pink sushi, pink pasta. En dan hebben we nog cake van Maria Sweet Cake. Die glitter donuts van Marie Ludwig. En dan hebben we nog de pink burger. Woehoe. Ik heb dus voor op de tafel bordjes besteld met goud. Ik zet je in een standaardje nog. Dan heb ik, kijk, tadaa, party preps gekocht. Servetjes, zakjes voor als mensen donuts willen meenemen. Roze bellenblaas. Ik hou van bellenblaas. Ik vind het gewoon altijd leuk. En dit was precies in dezelfde kleur. Dus ik kon het niet laten. En dit heb ik dus nog nooit eerder gezien. Is roze vuurwerk. Dat kunnen we in de taart zetten. Vuurwerk? Ja, roze. Leuk. Leuk, hè? En dan heb ik nog twee sjerpjes met It's a Girl en Mommy to Be. Ik weet ook niet welke daar leuk van was. Dan heb ik nog party preps voor bij de fotoboot, wat geregeld is door Nomad. Maar dat wordt allemaal morgen neergezet. Oké, koken. Ik ben er wel, maar ik heb geen idee waarom. Waarvoor ik er al ben. Because I cannot cook. Geen fraasje. Denk dat alles uit de tas komt. Mama wil weer alles min 2 en ik plus 2. Elk product. Oh ja, gezond wil ze natuurlijk. Nee, ze wil niet te veel. Ze wil niet te veel, ja, dat meemaakt altijd. Maar ja, echt heel veel. Zijn er 30 personen, ik weet wat niet. Wat is dit? Sesampasta. Tahine voor in de hummus. We gaan roze hummus maken, toch? Ik heb deze producten bijna nog nooit in mijn hele leven gezien. Opgebruikt. Ah, kooproom. Dat is zeker voor de soep. Yes. De soep. Soep, 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 soep. Yes. Bietsoep. Maar wel lekkere. Iron. Crab sticks. Okay. En wat ook leuk is aan het eten, het is all pregnant proof. Ja. Voor Marietje natuurlijk. Kan ze alles eten. Kan ze alles eten. Want als we een tafel gaan maken waar ze de helft niet mag eten, dan wordt ze bloedzagrijnig. Ja. Dus dat gaan we niet doen. Ja, met die hamburgertjes. Ik zei, we hebben 60 hamburgers. Ik zeg dus, maar mama dacht dat ze 60 pakjes moeten. Ik had 60 pakjes gerold. Die dacht echt, ik vind het goed. Oh, kip voor. Kijk hoe leuk. Voor de pasta. Pink pasta. Pink pasta. En dit zijn de mini hamburgertjes voor. Oh, die zijn al zo gerold ook. Hoe makkelijk. Ja, ik heb makkelijk gedaan. Ja, we gaan die zelf maken allemaal. Spek. Voor op de pink burger met truffel mayo. Oh, truffel mayo. Mozzarella, dat mag Marie ook, girls. Die gaat ook door de pasta. Het is gepasteuriseerde melk gebruikt. Bietjes, dat hou ik heel veel van. We hebben heel veel bietjes. Oh, wat we ook nog krijgen is een hele leuke cocktailtafel. Mono cocktails, zonder alcohol. Nou, zijn aardbeien en zo mee? Ja, zij doet alles. Ik dacht voor de karaf, moeten we nog aardbeien halen? Nee, zij doet alles. Rozenblaadjes, aardbeien. Zijn ook karaf? Ja, 4. Karaf. Voor op tafel. Karaf. Oké. Dus dat krijgen we ook nog. Ja, ik vergeet nog 100 dingen waarschijnlijk. Ja. Wat we allemaal hebben geregeld. Maar hè, alle baby shower cadeaus van Dior heb ik gekocht. Zal ik ook nog laten zien. Marie de jurkje, Marie de schoenen. Heb je laten zien? Nee, nog niet in de vlog. Ik heb eigenlijk alles gekocht in een Toy de Joux print. Toy de Joux. Ik moet even aan Liz vragen hoe ik het uitspreek. Eiersla met truffelpring meegenomen. Oh, lekker. Ik heb niks gegeten ook. Dus ik heb alles gewoon van Dior gekocht. En iedereen betaalt daaraan mee. Dus dat is super lief. En voor de rest. Overblijven betalen wij. Ja. Het wordt sowieso te veel om voor de mensen te betalen. Maar ik moet zeggen dat iedereen super gul is en super lief. En super blij is voor Marie. Maar ja, wat we nog meer eigenlijk hebben als cadeaus. Ik heb nog een jurkje en deze natuurlijk deze hele dag. Peggy gaat weer alles vastleggen. Dus er komt ook nog een hele leuke recap. En ondertussen ben ik de boodschappen aan het uitpakken. Wow. Ja, ik dacht een spinaziesalade voor maken. Wat? Van Encore. Gewoon misschien voor op tafel. Die is niet roze. Nee, dat is waar. Dan kunnen we het in de avond doen voor de barbecue. Of kunnen, ja, inderdaad. Want we gaan ook, de mannen gaan ook iets leuks doen. En die komen dan in de avond morgen. En dan gaan we met z'n allen barbecuen. Hier een klein blijven schieten met Jaime. Dus die zijn niet bij de baby shower bezig, maar wel op het einde van de avond. En ik noem het een baby brunch. A baby brunch. Welcome to Marie's baby brunch. En Marie weet van niks. Je kwam ook mega groot. We serve everything in pink today. We serve everything tomorrow. In pink. Tomorrow. En we krijgen een hele grote giraf en olifant in de tuin. Oh ja, dat was ik alweer helemaal vergeten. Dat is ook echt enig. Dus al met al, dit is een beetje hectisch en druk. Maar straks komt alles zo heel. Marie weet het wel, maar ik ga het zo alsnog schrikken. Ze zegt, ga ik wil niet huilen. Ik zeg, ja, ik weet niet waarom jij gaat huilen. Jij helpt nu met alles al, dus. Dat gaat straks huilen. Sowieso. Harley komt natuurlijk haar make-up doen, maar ook gewoon als friend. Coco is overkomen vliegen met Daan. Dus ook super fijn. En dat het nog kan nu met corona. Want het kan over een week wel weer anders zijn. Ik ga even door met uitpakken, want het is mucho. Dit is pas één tas, hè jongens. Nou, mensen die eten ook nooit als ze naar ons toe komen. En ik snap ook wel waarom, want Romee die kookt. Voor de hele straat. Voor de hele straat. Ja.
Ja, always. Oh, waar to start? Ik zo helemaal gek word. Ja, hoor ik ook wel nu. Hoor je? Ik heb er nu bietjes bij gedaan. Ja, voor de dolf te verven. Oh, ik ben ondertussen met Liz aan het facetimen. Die zit in Zwitserland. En Romee is lekker aan het koken. Met Mamzij. Oh my god. It's gonna be a pink party. Pasta. Lekker hoor. Echt heel leuk. Ik denk dat we meteen eruit moeten halen. Anders wordt hij rood. Ik weet niet of ze al al dente zijn, Romee. Ja, proef even één. Proef even, jongens. Ja. Oké. Eruit. Ook proeven. Auw. Hebben we geen roze kleurstof voor de volgende? Volgende producten dat we roze gaan maken. En ik ben ondertussen bezig met de tafelindeling. Dit is echt vreselijk zusje, want je wil het helemaal buiten sluiten. Maar ja, dit draait ook om Marie, dus wij moeten sowieso om haar heen zitten. Mama, ik en Romee. Dus dat is sowieso al een dingetje. Maar goed, we gaan het meemaken. Romee wordt chagrijnig. Het is toch dat je aan het voorbereiden bent? Maar ik vind dit dus, het is beeldig hoor. Maar het is rood. Jullie willen niet roze, dus nu gaan we weer een nieuwe maken. Ja, ik vind het gewoon rood. Maar hij is ook nog niet, hij is nog te hard. We hebben het snel eruit gehaald. Ja, maar. Dus we gaan het even opnieuw. Oh, ik denk straks van de roze variant hebben dat jullie daar ook mee eens zijn. Hé, Romee? Ja. Oké, okay. Ik wil nog niet filmen. Ik ga altijd filmen. Hoef ik niet meer te filmen. Papa! Papa moet nu weer de rest van de boodschapjes halen. Ja, ik ben gewoon eerlijk. Is gewoon geen roze. Ik ga hem nog een keer erbij pakken. Kijk, kunnen jullie meebeslissen in een poll? Kijk, dit is gewoon rood. Het is gewoon, nou, het is meer koraal zelfs qua kleur. Maar het is geen roze. In ieder geval, niet de roze die wij zoeken. Dus ja. Ik ga verder koken en ik ga verder met zijn organizing. Harry in de keuken. Kijk. Ah! Zijn voluit kokarellen. Pink, pink. Pink, wink voor de pink. Ja, kijk, dit is roze. Ja. Yeah. Roze. Dat is roze. Oh, love it. En het ruikt echt allemaal heerlijk, maar dat ruik je niet, hè, helaas. Nee. Stond er maar een ruik app. Heb je dit al roze gezien nu? Ja, het is nu echt heel mooi roze. Dat bedoel ik. Roze. Goed zo. Roze hummus. Dat is what we think. Because we serve everything in pink. And not in red and not in purple. In pink. No. Poging 2. Kijk, ik had niet eens die pasta erin kunnen doen. Deksel erop. Moet ik iets met de eitjes doen? Ze moeten nog schrikken namelijk. Ze schrikken niet van mij. Hoeveel eieren zijn dat, Romee? We hebben in totaal 45 keer... We hebben 90 half eitjes. 90 eieren voor 25 personen. Als jullie je afvragen waarom Romee een kookboek koken voor de hele straat heet, dan weet je het nu. Wat lekker, maar we hebben niet helemaal geleegd dit. Kijk hoeveel nog. Nou, mag jij doen. Ja, dat maar doen. Dat is jouw werk. Mijn werk. Ik draai alles maar op. Ik eet alles op. Ik proef alles. Nou, lekker. Het ziet er al roze uit dan net. Love this. Kijk, dat is wel meer roze. Eerlijk is eerlijk. Het is heel eerlijk. Zeker. Roze. Coming through. Oh. Ja, dit ziet er al meer roze uit. En moet ik nog zeggen dat hij op de camera een beetje... Raar lijkt, hè? Minder roze oogt. En hier is de soep. Als je soep filmt, dan is die ook niet roze. Nee. Kijk, hè? Heel raar. Oké, misschien dat je het zo beter ziet. Maar kijk hoe roze die is. Pink, 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 pink. Lekker. De naambordjes voor aan tafel. How pretty. Het is met goud. En ik zal even Marie de naam eruit halen. Want het is Marie de baby shower. Hoe leuk zijn ze? Die gaan op tafel. Dus dat heb ik ook in elkaar gezet. Even kijken. We hebben Marie de baby shower shirtjes ingepakt. Ik laat het zo zien. Maar allemaal met een leuk tulle strikje. Oké, we zijn nog niet heel veel verder. Maar de stoelen van Hollywood Event zijn gebracht. In het blush. Met de tafels. Maar het is nog een beetje moeilijk doorheen te kijken. En straks gaan we dus alles aankleden. En ik hoop dat het op tijd is. Want het is wat verlaat door de filet. Ik hoop dat alles op tijd af is voor morgen. Dus dit is nog hoe het er nu uitziet. Kaal teentje. Vandaag zondag. Dat betekent baby shower dag voor Marie. We zijn gisteren tot 2:30 nachts doorgegaan met Hippie Parade. Dat is best wel heel veel werk. En het liep allemaal een beetje uit. Dus wat een topteam dat ze tot zo laat wilden blijven. Maar ja, het is nu alweer 6:30. 7:15, sorry. En ik word zo opgehaald door mama. Want om 8:00 zijn er eigenlijk al mensen die gaan helpen. Jasmijnbloemen komt vandaag. Hippie Parade komt vandaag weer terug. Dan komen eigenlijk allemaal vriendinnen om te helpen.
om het allemaal op tijd af te krijgen. Marie is er om 10 uur. Die gaat dan wel meteen naar de make-up omhoog bij Hardy. En om 10 uur komt ook Mono cocktails. Marisa ziet Kekeri voor de taart. Nomad, fotoboot komt er nog aan. Op zich heb ik best zoveel geregeld dat ik ook af en toe niet meer weet wat er nu allemaal komt. Oh ja, Meri komt al met donuts, suikerspinnen en noem maar op. Dus het is ook heerlijk. En gelukkig is het niet zo heel warm weer, maar de zon schijnt wel en geen regen. Dus ik had niet beter kunnen wensen. En dan kan ik het weer regelen. Waarmee mama gaat meteen de keuken in om 8 uur. En ik ga denk ik helpen met Jasmijn en Hibberbee om alles klaar te zetten buiten. Ik hou jullie op de hoogte en ik ga even dit kopje make-up aan. Oké, even een update. Wij zijn gisteren tot 2:30 s'nachts bezig geweest voor Marie de baby shower. Er staan al wat items. Ik ga even de camera omdraaien. De olifant. Het thema is een beetje Toy de Zoo print. Dus hier hebben giraffen en olifanten in de invite staan. Hier is de giraf. Maar het is nu nog niet af, hè, girls. Het begin is er. Mega lange tafel wit met roze stoeltjes. Witte tent. Ik schrik me dood. Oh, daar. Oh, ik denk, wat hoor ik nou? Maar Chantal is er straks en die gaat dan alles afmaken met ballonnen. Jasmijn komt voor allemaal bloemen op tafel. Romee komt voor de hapjes. Voor de lol hier. Nee, jij bent een allesmanetje. En dan gaan we alle rekken natuurlijk weghalen, alle dozen. En is het ready to party. Ik heb momenteel al mijn jurk aan die ik ga aantrekken. Het is van For Lover & Lemons. Bij Revolve gekocht in sale. En even met een Mariners-vest nu, maar dat komt meer omdat ik nu ga helpen. En ja, straks komt Harley ook, Coco, om te helpen. Neem je gewoon vandaag mee. De meisjes zijn heel druk bezig met de bar. Bloesembomen. Kijk, de zuilen worden neergezet. En wij hebben net de tafel gedekt. Met de naambordjes, servetjes. Die loopt dan helemaal door. En dat is dan eigenlijk het aanzicht van de tafel. Mama is bezig met het welkomstbord. Ben je hem aan het vastmaken, mam? Anders waait hij weg natuurlijk. Welcome to Marie's baby shower. Oh mijn god. Jongens. Ja, klein bosje. Wauw, wat mooi zeg, Patrick. Wat zei je, Lana? Dat het zo klein is, wat jammer. Oh, dit is echt mooi. Het is gewoon precies wat je wil. Oh. Nou, echt niet. We laten dit gewoon de hele avond staan. Wij blijven hier gewoon de hele nacht. Ik ga die man meteen appen. Is dit allemaal kunst? Nee, het is echt. Nee, het is echt, joh. Het is allemaal echt. Oh, wauw. Dit ook. Dat roze. Nee, dat is echt. Jawel, man. Volgens mij is alles echt. Ja, bijna alles wel hoor. Bijna alles. We gaan het uitwerken. We moeten nog helemaal. Oh, je bent nog niet klaar. Waar moet je die hebben, Shield? At the entrance. Welke kaarsen? Oh, love it. Ik zou ze even filmen. Die kaarsen ook. Oh ja, dit is top. Als ze dan binnenkomt, dan ziet ze dit meteen. Ik wil de keuken niet in. Ik wil hier blijven. Oh, kijk nou hoe mooi. Het is nog niet eens af. Dit is echt prachtig. Ik denk dat Marie echt gaat huilen. Ik ga nu al bijna huilen. Ja. Oh, leuk. Nee. We doen menukaartjes. En dan heeft Jasmijn de bloemen verzorgd. En leuk is dat deze orchideeën normaal gesproken helemaal niet in Nederland worden geëxporteerd. Maar nu de corona kunnen ze niet naar Dubai en Beverly Hills. Dus nu staan ze hier bij ons. Hoe mooi. En dan hebben we hier weer het thema van de shoe, het printje terugkomen voor Marie de baby shower. Dit is eigenlijk de cadeautafel wat we voor Marie allemaal hebben gekocht. Kijken, de finishing touch. Nog een beetje bloesem erbij. En dat komt dan ook mooi terug in de boom. Oh, dit is echt geweldig, hè? Vanaf deze kant is het nog veel mooier. Het licht is zo heel goed. Nou, en ook natuurlijk nog kaarsen. Je hebt heel veel viezigheid mee nu, hè? Helemaal niet. Jawel, dit is van jou net. Hier. Chantal van Hippie Parade heeft nu hier mooie ballonnen neergezet. De zuilen, de cadeaus. Hier komt straks nog de cocktailtafel. Daar heb je papa en mama. Mam, doe jij alvast je jurk aan lekker of iets? Je oud... Lekker. Nee? Oh. Oké. Oké, we zijn druk bezig nog. Oh, leuk, die bloesem eromheen. Ik had snel even voor een make-up touchje. Zat ik boven. Cocktails worden ook gemaakt. De mocktails. Geprepared. We zijn bijna ready. Papa is nog even aan het stofzuigen. Fotoboot. Leuk, hè? Wat ik gisteren vergeten was te filmen is de sushi rijst. Die is ook roze. Leuk hoor. Lekker bezig. De bolletjes van Brown Syrup zijn binnen. Maar straks gaan we natuurlijk alles filmen als het steady is. Ik heb mijn make-up gedaan. Ik ga nu naar Marie toe. En Marie zit boven in de make-up. Ja, en Marie die weet nog helemaal niks. Hoe alles eruit ziet. Vlogcamera geven. Hi, Jan. Oh, hier zit Marietje. Ik weet helemaal niks wat er gaat gebeuren. Nee. En hier hangt een beeldig jurkje. Wat ze aandoet vandaag. Dat gaan we zo beter filmen. Maar je kan stinkje gewoon op het bed leggen, hè? Ja, wacht even met mij toe. Doe je schouders een beetje naar voren? Zo. Schouders naar voren, ja.
Maar die is Maria make-up en glitteren. Shimmeren. Stinky ligt natuurlijk weer tussen alle troepjes. Dat vindt hij het lekkerst, net zoals mama, hè Stink? Oké, de laatste dingetjes worden nog gedaan. Hectiek. Dit is het welkomstbord. Dit is de tafel. Oké. Mommy to be, it's a girl en baby Flamand. Hoe beeldig is het geworden? Kijk, dit is nu helemaal ready. Hoe mooi is het? Het is echt prachtig. Kom maar! Wel ogen dicht houden, hè? Ogen dicht houden. En mama, ze moet wel echt hier pas staan. En dan pas haar ogen open. Begeleiden. Verder. Verder. Je voelt nu omhoog. Ja, ja. Ik kijk gewoon naar beneden. Oh ja. Oké. Doe maar open. Yes. Wow. Oh, dus ik ga niet halen. Jij gaat ook naar de machine. Mary's baby shower. Mary's baby shower, Harley. So cute. Okay, cheers. 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 Oh, hij moet opnieuw, hij moet opnieuw. Is hij zelfs happy? Oké, dank je. Cool, hè? Marie haar baby shower. Super lief dat jullie allemaal zijn gekomen. Ik wil even zeggen hoe trots ik op Marietje ben. Dat het allemaal zo, ja, het is echt gewoon heerlijk. Dat het allemaal zo goed doorstaat, de hele zwangerschap. Het gaat er echt heel makkelijk mee om. Ze is gelukkig, ze voelt zich gelukkig niet misselijk of moe of iets. Dus dat gaat hartstikke goed. Verder ben ik op de rest van mijn dochters natuurlijk heel erg trots. En ik wens jullie een hele gezellige en warme en mooie maaltijd. Yes! Ah, ik ben nog helemaal niet op camera geweest, maar ik ben net helemaal aan tafel met iedereen. Eerst deze kant. Hallo! En dan ga ik nu naar die andere kant. Hallo! Poes, poes! En hoe mooi is alles? Kijk dan. Gaan we eten, de menu van Romelier. En deze, die komt normaal nooit in Nederland. Kan je het kopen, alleen in Saudi-Arabië, in Parijs, in Hollywood. Oh, maar vanwege corona kan nu opeens... Ja, heerlijk. Mooi, hè? Heel mooi. Echt, alles is top, een top. Rose lemonade, jawel. Naamkaartjes. I love it. Aan de rose en lemonade. Wat zei je? In de babykamer. Oh, lekker. It's a pink egg. It's a pink egg. Kan je eigenlijk in je top aan, hè? Een blauwe verf, als je alsjeblieft. Eerste eitje. Dankjewel. En Marie zit aan de mono cocktails. De Virgin mocktail. Zo lekker ziet het eruit. Ja, pasta. De meiden hebben een heel leuk shirt aan. Laat eens het shirt zien. Oh, dat is echt heel leuk. Allemaal aan. Oh, zo lekker. Ja, daar zijn ze. Roze sushis. Gaan we de broodjes snijden. De roze broodjes. De roze broodjes. En wat komt erop? Truffel mayo komt erop. Er komt een hamburgertje op. Een stukje bacon en kaas. Oh, lekker. Wat leuk dat roze ook, hè? Helemaal bij het thema. Soep al op? Ja. Oh, helemaal op. Ja. Ik wou nog even filmen. Willen jullie leuk soep aan het eten maken? Ja, dat is super lekker. Zo lekker. Sushi, sushi, sushi. Zo leuk. Wat is dit cool, hè? Wat een beeldig taart. Alle vrouwen zijn lekker aan het eten. Hoe gezellig. En hoe mooi zijn de bloemen nog steeds. Heerlijk aan het smullen. Laat de sushi. Laat de sushi een beetje omhoog. Heel leuk. Wie ben jij? Oh jongens, roze pasta.
Daar is de pasta dan eindelijk, Romee. De pasta die gaat daar. De roze pasta. De roze goede pasta. Cadeautjes, cadeautjes. Je hebt nog nooit zoiets snels uitgepakt. Ja, het is gewoon ook. Ik weet ook niet welke dat is. Waar maar... we mee gaan beginnen. Woehoe! Het is voor het bad. Laat je het ook die kant zien. Oh. Oh. Iedereen ook mal. No. Oh. 3 maanden toch? Of 6? 3 of 6? 3. No. Oh. Jij pas gaat eten. Oh. Nou, ze gaat wel eten hoor. En deze wordt ook bij. Wij zijn lekker aan het barbecuen. Hallo, hallo, hallo. Zo, je ziet helemaal niks meer door die rook. Hallo. Hallo. Heel lekker macaron. Macaron. Ze zijn lekker, hè? Hoeveel heb je erop? Hoeveel heb je erop? 4, 5? Dus het feestje gaat goed. Nou, vind jij het ook goed gaan? Ik vind het heel goed gaan. En jij, Duif? Heel... formidabele. Julie, hoe lang ben je bezig geweest met de voorbereiding voor de baby shower? Nou, ik moet zeggen, kijk, wij hebben gewoon heel veel connecties ook door onze modeshows. Dus ik weet precies welke partijen ik moet contacten. Maar zonder hip hip hooray was het echt niet gelukt. Nee. Het was echt onwijs veel werk. Jullie hebben de baby shower voorbij zien komen. Het was echt heel mooi, maar ook wel heel veel en heel overdreven meer. Mijn stijl en Marita's stijl misschien om het zo groot te geven, maar... Nou, dit was totaal mijn stijl. Dat is helemaal niet waar. Nee, oké, maar jij had zelf, als je voor jezelf georganiseerd, had je het misschien wat kleiner gehouden. Qua verhouding? Niet. Nee, nou, daar zit ik helemaal naast. Het was heel erg over de top en het is echt prachtig. Jasmijn had zulke mooie boeketten ook gemaakt voor op tafel. En het was gewoon allemaal heel dromerig. En Sjoel kent mijn beste, met natuurlijk met Romee en mama. Maar Sjoel weet wel echt ook wat ik mooi vind. Dus eigenlijk had Sjoel een paar dingen aan mij gevraagd. Maar dat hoeft eigenlijk niet, want ze had eigenlijk alles al in de puntjes gelegd. Nee, van haar jurk tot haar schoenen tot alle aankleding. Eigenlijk had ik niks aan je gevraagd, want alles was uiteindelijk hoe je het ja, en dat is helemaal mijn stijl. Ik hou van roze, ik hou van bloemen, ik hou van romantisch, ik hou van Dior print. Dus het was echt de meest magische dag ever. En we hebben echt mazzel gehad met het weer. En iedereen kon. En iedereen heeft ook zijn best gedaan hoe ze eruit zagen. We hebben heel veel bedrijven ook die ook echt hun best goed hebben, best hebben gedaan. Alles bij elkaar kwam echt, of alle bedrijven bij elkaar kwam echt als een soort van samenhang van alles. Dat was echt prachtig. Dus ja, hoe was het? Ja, ik had het wel verwacht dat het zeg maar overdreven zou zijn. Ja. Maar dat, daarom had je gelijk niet zo overdreven. Maar ik had het wel zo het liefste gezien. Dus ik ben wel heel erg blij dat Sjoel, mama en Romee alle hapjes bijvoorbeeld waren roze. Ja, dat had ik dus niet bedacht. Ik denk misschien nee. Een hapje roze, maar niet een 5-gangen diner. En dan ook nog toetjes. En dan ook had Jill nog t-shirts geregeld als cadeautjes bij onze fabrikant. Om mee te geven met baby shower met mijn datum erop. Dus best ja, van ballonnen tot bloesembomen van 4 meter hoog. Het was echt een meetbaar. Maar samen met Hippie Parade zijn we wel van 's nachts tot ochtends vroeg bezig geweest om alles in de puntjes klaar te maken. Dus het was echt heel erg mooi. We hadden heel erg massa met het weer. En bijna iedereen was erbij, een paar personen na. Ja. Dus het was echt, ja, ik denk dat het niet beter had gekund zo. Nee, we krijgen binnenkort ook het filmpje van Peggy. Waarin alles voorbij komt. Dus jullie sfeer zo goed dat ik echt weer kan verlangen om dat te posten. Dus ik vind het dus een geslaagde eerste baby shower. En we hadden heel veel vragen waar Marie de jurkje van was. Die heb ik aangeschaft. Ik denk dat jij het eens weet waarvan die is. Revolve? Ja, de site, mijn merk. Nee, merk het is Selkie. S-E-L-K-I. IE. Ja, allemaal zijde jurkjes staan ze voornamelijk bekend om, maar ze hebben nog meer dingen. En ik had al van maat S aan. Was de laatste maat die nu verkrijgbaar was. Ik kon geen BH aan eronder. Maar ik heb gewoon opgelost met een nude hemdje. Dus verder vallen ze eigenlijk gewoon precies op maat. Ja. En het zit lekker hoog, dus voor de zwangere vrouwen onder mij. Je kan het gewoon allemaal en ze aan. Hebben ook een soort van tropical. Nou, in ieder geval kijk zelf maar eventjes voor het jurkje. Marie, welke details zijn jou het beste bijgebleven? Wat vond je het allerleukste? Ik vond de bloemenket op tafel heel erg mooi. Ja. Voor mij. Ja, alles vond ik leuk.
Ik vond de naambordjes heel leuk gedaan. Maar ik had heel erg zijn best gedaan qua design. Dus dat vond ik eigenlijk die, op die zuilen en zo. En dat overal weer terugkwam. Dat baby Flamand en Mommy to be. En ook weer in de fotobooth van Nomad. Dat je daar ook weer die kaartjes kon kiezen. Ja, eigenlijk alles is me een beetje bijgebleven. Maar ik dacht wel toen ik aankwam lopen zo zenuwachtig. Ik was er helemaal stil van. Ja, maar je had je al voorbereid van ik ga niet huilen, ga niet huilen, ga niet huilen. Dus mocht dat... niet van Harney ook? Van nee, make-up. Van de make-up. Dus je hebt het uiteindelijk een heel klein beetje gedaan, maar niet zo extreem. Nee. Oh my god. Oh my god. Jullie weten inmiddels dat ik ook zwanger ben momenteel. Een big surprise voor jullie. Maar hier ga ik nog niet allemaal heel veel over eind. Dat ga ik in de volgende vlog doen. Maar als ik een baby shower krijg, ga je dat dan ook zo organiseren? Denk je dat ik dat kan? Tuurlijk kan ik dat. Hey, ik ben natuurlijk wel iets verder in mijn zwangerschap. Dus ik zal wel iets meer hulp nodig hebben, denk ik, voor mee mama kan opbouwen en zo. Ja. Maar ik weet precies wat ze wil. En ik ga ook niet zeggen wat ze wil. Dan heb ik misschien het thema verklapt. Nee, dat weet ik wel. Dat is eigenlijk al helemaal uitgewerkt. Maar die weet inmiddels natuurlijk wel dat ik al een tijdje zwanger ben. Dus ja, dat weet ze heel goed. En hoe bijzonder is het dat je dan... Het was wel gepland. Maar we hadden nooit gedacht, we hadden nooit gedacht dat het ook tegelijkertijd. En dat je dit kan delen. Dus er komt heel veel leuk beeldmateriaal aan. Ik ben de voorloper op Shield. En we gaan elkaar eigenlijk altijd helpen. En het is heel erg leuk om die buikverschillen te zien. Jules heeft eigenlijk nog helemaal geen buikje. Nee, maar ik laat het allemaal in de volgende vlog zien. Ik hou hier een beetje spanning. Dus ik ga ook niet te veel beantwoorden. Want dus in de volgende week vlog gaat allemaal op Jules dit keer. Want de laatste vlogs waren eigenlijk alleen maar mij. Over de zwangerschap. Of het gepland was of niet. Bla 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 bla. Hoe lang ver bla bla. Dus. En dat was het eigenlijk, girls. Dus we hopen dat jullie kijken naar de volgende week vlog om een update van mij te krijgen. Ze zullen dit keer wel veel langer zijn, aangezien we genoeg beeldmateriaal nog hebben voor jullie. Dus ik hoop dat jullie het leuk vinden. Laat even weten of jullie het ook leuk vinden dat het wat langer is. En ja, we zijn heel erg gelukkig, hè? Daar kunnen we niet zijn. Dus love, Niners.